Ik moest even goed leren in de naam, want het zijn vier mensen die ik om me heen heb. Ik ga het in één keer goed doen. Annelies, Nienke, Jarka en Suzanne. Ja. Yes. Ja. Ja. Jullie zien er wel goed uit vandaag, zeg. Ja, dank wel. Waarom? Waarom, ja. Ik loop nu 4 jaar mee. Ja. En met mijn moeder en mijn tante eigenlijk. Ja. En mijn tante had eigenlijk bedacht om in Duitse klederdracht te gaan lopen. Zomaar, uit het niets? Ja, eigenlijk wel. Nou, omdat wij in Duitsland wonen, daarom. Oh. Ja. Dus jullie dachten, we gaan een beetje die Duitse roots meenemen. Ja, inderdaad, ja. Dus ook een beetje bij de Friesen, dat vaak zie je altijd de Friesen die meelopen. Die hebben ook een beetje vaak van die rood, wat zei je? De pompenbladen. Ja, dat stralen ze helemaal uit. Dat gaan jullie dus ook een beetje doen. Ja, ja. Precies. Had je dan ook niet een beetje moeite met, voor mij was het, even denken ook, mijn tijd is volgens mij een beetje slecht. Afgelopen dinsdag was de dag van Zwitserland. In Bemmel. Ja, Bemmel, ja. Nee, hadden we niet moeilijk mee. Nee. Ik kan je zeggen, want ik kan me toch voorstellen dat je als Duitsland toch een beetje denkt van, hoe komen we hier doorheen? Nee, viel wel mee. Ging hartstikke goed. Of was het juist zo dat je toen op een gegeven moment dacht van, nou, we gaan extra die Duitse roots nog een beetje benadrukken? Nee, we hebben gewoon genoten van Bemmel toen. Raad was mee. Schnitzel. Ja. Doe je dat überhaupt? Nee, eigenlijk niet. Spijtig. Ja. Volgend jaar toch een stukje beter dan? Ja, de braadworst mee, ja. Ja, zullen we volgende keer wel een barbecue meebrengen? Dan doen we dat gewoon zo meebrengen. Dat vind ik wel een goede deal. Ja, ik weet alleen niet of dat zo'n goed idee is qua organisatie, maar we proberen het misschien. Ook een camping slaapje? Welke? Slaap niet op een camping. Ja, wel, maar de Vierdaagse camping bij Lens. Oh, bij Lens, dan zit je de verkeerde. Bij Ooi, daar zit ik ook, dus dan kan ik mee profiteren. Nee, bij Ooi zaten we in het hotel vorig jaar. Oh ja. 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 Hebben jullie trouwens in Duitsland niet zo'n Vierdaagse? Waarom doe je het eigenlijk in Nijmegen, niet in Duitsland? Dat heb je niet zoiets. Nee, je hebt wel een paar wandelingen van die IML en zo tussendoor. Maar je hebt zo'n Vierdaagse heb je niet in Duitsland. Het is ook niet zo... Het is best wel gek eigenlijk als je er zo over nadenkt. Hè? Want Duitsland is natuurlijk best wel groot. Veel groter dan in Nederland. Best wel gek dat je dat dan niet in Duitsland hebt, zoiets, toch? Ja, maar goed, ik denk dat je zoiets niet echt in Duitsland ook zult vinden. Omdat het gewoon een heel echt groot land is. En dat is wat moeilijker om iedereen dan op één plaats te krijgen. Lekker door de bergen heen. Ja, dat is wel lekker, maar ik heb laatst nog een bergtocht gedaan die niet zo lekker is. Als je met zoveel man door een berg heen moet, dat wordt hem niet. Een uitdaging. Ja, dan moet je meer klimgeit spelen als verder iets anders. Ik wens jullie nog veel succes vandaag in de klederdracht. Welke klederdracht wordt er morgen trouwens? Morgen wordt het ook dirndels, maar dan oranje met groen. Oranje met groen? Ja, de kleuren van Nijmegen. Ah, kijk, top. Helemaal op afgestemd. Dankjewel en succes nog even vandaag. Dankjewel, jullie ook. Nou Bart, je hoort het. Gezelligheid in Groesbeek. Ik hoor het en ik zie het. Vier knappe meiden in Duitse klederdracht. Ik krijg het nu al warm. Ik weet niet hoe het bij jou is, Rens. Hoe hangt de sfeer erbij aan de Zevenheuvelenweg? Ook van die mooie knappe meiden? Ja Bart, ik zie genoeg mooie knappe meiden lopen. Ik moet me een beetje proberen te focussen hier. We staan aan het begin van de Zevenheuvelenweg en we gaan proberen bij iemand in te breken. We zien heel veel enthousiaste mensen lopen. Ik zie hier bijvoorbeeld een hele enthousiaste meneer. Zou ik jullie wat mogen vragen? Ja, madame. Kijk, ik zie jullie met z'n tweeën lopen samen. Ja. Jullie gaan net de Zevenheuvelenweg op. Ja. Dat zal een pittige uitdaging worden, denk ik. Wij zijn het gewend, hè? Oh, hoeveelste keer is dat jullie meelopen? 27ste. Oh, allebei 27? 26. Kom er tussen lopen. 26. Ja. Kijk eens aan. Ziet u hier dan tegenop tegen dit stuk? Of, Nee. Na al die jaren niet meer? Nee, die berg van gisteren, dat heuveltje, die klim daar van de Waalkade naar boven toe, naar het plein. Dat was wel erger als heel deze Zevenheuvelenweg. Voelt u die nog in de benen nu? Nou nee, dat niet. Maar goed, op dat moment wel. We zijn blij dat ik boven ben. Ja, precies, begrijp ik. Waarvoor lopen jullie eigenlijk? Hebben jullie een speciaal doel of willen jullie gewoon zoveel mogelijk meelopen? Ja, omdat we heel veel wandelen. Heel graag wandelen. Kijk eens aan, nou, dan is dat de uitgelezen mogelijkheid natuurlijk. Ja. Ja. Okay, nou, Zevenheuvelenweg of niet, jullie zijn er in ieder geval heel veel zin in voor. In die 26 jaar, en dan ben je al heel lang bezig. Hè? Dus, ja, precies. Ja. Hebben jullie een doel wat jullie willen halen of gewoon zoveel mogelijk? Nou, ik vind het belangrijk deze geval. Ja, precies. Ja. Precies, je leeft gewoon van jaar tot jaar. Ja. Je houdt dat niet zeker? Nou, mag ik een gok doen? Ja. Poeh, nee, dat durf ik niet. Zeg het maar. 82, hè? Zo, 82? Ja. Nou, dan lijkt me dat ieder jaar dat je meeloopt een zegen. Ja, hè? Vind ik ook. Mag ik jullie allebei heel veel succes wensen nog? Dankjewel, hè. Veel plezier. Dankjewel. Hoi. En ik ben dus inderdaad in het centrum van Groesbeek. En ik sta hier naast Wim Vermeer uit Barneveld. Je ziet het wel, aan mijn kip. Wat zegt die kip eigenlijk? Pak, 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 pak. Waarom heeft hij die kip op je hoofd? Ja, Barneveld promotie, hè? Barneveld promotie? Barneveld promotie. Want Barneveld is bekend om de kip. Ja, zeker. En de eieren natuurlijk, hè? Je bent wel een beetje in de minderheid, hè? Nee, er lopen nog meer kippen rond. Ja. Ja, nu niet. Maar ik heb ze nog niet gespot. Ja, ze zijn er wel. En hebben ze allemaal van die hoedjes op? Nee, andere weer. Weer andere kippetjes. Andere kippetjes? Hebben ze van mij afgekeken. Oh, ze jatten het allemaal van jou? Ja. Ah.
Hoeveel kilometer loopt u? Ik loop de 30 voor het eerst dit jaar. Ja. Gaat een beetje? Gaat perfect. Ik schaam eigenlijk een beetje. Met de kip? Nee, omdat ik niet de 40 loop. Oh, u wil eigenlijk meer lopen? Nee, nee, dit is ook goed. Maar er zit er bij mij in de huisvesting die gewoon 50 lopen. En dan denk ik, nou, ik had ook wel iets meer gekund. U bent nu ook een beetje natuurlijk Barneveld een beetje aan het promoten en hard onder de riem steken met de kip op het hoofd. Ja. Bent u ook een beetje de rest van Barneveld aan het overtuigen om volgend jaar allemaal de Nijmeegse Vierdaagse te gaan lopen? Ja, dat doen we al jaren. Want jullie zijn wel echt een beetje in de sterke minderheid. Want ik loop nu een paar dagen hier aan de zijkant. Nu, vandaag natuurlijk voor het eerst in Groesbeek, maar elke dag natuurlijk een andere route. Ja. Ik heb nog één keer kip gezien, nu bij het eerste. Nou, ik heb echt meer kippen gezien. Maar dat is niet erg. Liever ben ik die enigste. Ja, u bent wel de gezelligste kip. Ik ben altijd heel gezellig. Nou, bijna altijd. Hoe kan het dat u dat in uw eentje zo gezellig heeft? Nou, het feest vieren is Nijmegen. Ik ga één keer in het jaar naar Nijmegen. Gaan we puur feest vieren. Ja, ik zat net al een beetje aan de zijkant te observeren naar allemaal mensen. En ik zag helemaal uit het dak gaan. Ik denk, nou, als je zo'n lange wandeltocht moet lopen en dan de hele tocht al zo... Los. Ja, maar ik heb een heel stuk gehad, er was gewoon niks. Dus dan moet je nu even los. Ah, dat is gewoon een soort compensatie. Ja, tuurlijk. Ah, kijk. Nou, ik wens je veel succes vandaag. Dankjewel. We gaan ons best doen. Goed aan de rest van de kippen. Ja, gaan we doen. Dankjewel. Okay. Hoi. Nou. Goedemorgen, we staan bij de watertappen, want het liep hier net echt helemaal vol. Er was geen plekje meer vrij. En ik sta hier met Lucien en met... Eunice. Kijk, Eunice. Ik dacht, ik laat het zelf maar even zeggen, want anders maak ik fouten. Ik zag dat jullie de verkoeling even opzochten. Ja, dat was nodig. Was echt nodig, hè? Nodig, ja. Precies, handdoeken nat maken, flesjes water vullen, alles. Petje nat, koel houden, hoofd koel houden vandaag. Ja, precies, belangrijk, hoofd koel houden. Maar ik hoorde net ook nog een speciaal doel waarvoor in ieder geval jij liep. Ik loop, ja, inderdaad. Ik vind het erg belangrijk. Ja. Vertel eens, wat is het allemaal waar u voor loopt? Nou, ik vind het belangrijk veiligheid. Nou, sowieso ook, dat je ook... Vrede en verdraagzaamheid. Dat zijn de drie belangrijkste waar ik een t-shirt voor wil laten drukken. Ik wou net zeggen, want ik hoor heel veel mensen lopen die zeggen, nou ik loop gewoon voor de uitdaging of voor de afstand. Maar jullie hebben echt wel een mooi speciaal doel wat dat betreft. Ja, zeker. Dat is een mooi doel. En de vrijheid vind ik ook heel belangrijk. Vrijheid hoorde ik er net inderdaad ook tussen. Maar jullie gaan zo meteen de Zevenheuvelenweg op. Weten jullie ongeveer hoe die weg eruit gaat zien? Ik heb hem een keer hard gelopen. Oh, kijk eens aan. Dus je gaat zo meteen een sprintje zetten. Ja. Zien jullie er niet tegenop? Nou ja, ik heb zoiets van, ik laat het lekker over me heen komen. Kijk eens aan. Gewoon gaan. Precies. Misschien kun je dat ook maar gewoon het beste doen, hè? Ja, nee, klopt. En als je iemand even kan helpen, je kijkt ook even naar, met een ander, van een praatje. Dat maakt het leuk. En als er dan muziek is, een beetje mee dansen. Dan kom je echt vooruit, hoor. Saamhorigheid. Heel erg gezellig. Ja, zeker. Ja. Mag ik jullie nog heel veel succes wensen vandaag? Ja. Super. Dankjewel. Ja. Hoi. Dankjewel, Rens. Mooi thema, hoor. Veiligheid, vrede, vrijheid en verdraagzaamheid. Naar Rens Turk in het centrum van Groesbeek. Mooi, hè? Met een dame die een Chinees hoedje op heeft. Ja, dat ziet er fancy uit, hè? Volgens mij bent u echt warmbloedig XXL, of niet? Helemaal waar. Ja. Helemaal waar. Heeft het niet gigantisch warm met die kleren? Nee hoor, want het is op zijn Aziatisch. En in Azië hebben ze het allemaal warm. Dus het en waarom is... ziet u er Aziatisch uit? Omdat ik probeer de hele wereld te laten zien. Vandaag ben ik Vietnamese. Morgen ben ik een Europese Tiroler vrouw. Gisteren was ik een half Marokkaanse, half Arabische. En de eergisteren was ik Boliviaanse. En waarom is dat? Omdat ik de continenten wil laten zien van de hele wereld. En ik hou van alle mensen. Als ik een beetje om me heen kijk, hè, want vandaag is natuurlijk heel veel groot. Toen duizenden mensen doen hier mee. Daar zie ik al best wel veel culturen vertegenwoordigd zijn. Klopt. Waarom is het dat toch nodig om al die continenten nog extra te vertegenwoordigen? Nou, omdat ik dus van alle mensen hou. En omdat ik wil laten zien dat je dus ook in een andere cultuur hier kunt wandelen. Want u bent Nederlandse? Ik ben helemaal Hollandse. Oké. Okay. Maar is dat gewoon een beetje een soort... Ik zit een beetje bij mezelf voor te stellen, hè? Ik heb de eerste keer heb ik het... Is het me overkomen. Ja? En de tweede keer wilde ik het beleven. En ik ben een fanatiek carnavalvierster, want kijk maar. Oh, kijk. Dat is een tulpentaan. En een tulpentaan is geen kip en ook geen haan. Het komt uit Roosendaal. En ik denk, nou, ik maak mijn eigen feestje. Onder de rivier, hè? Ja. Hoe ziet het met de carnaval dan eruit? Elk jaar anders. Maar ook, daar probeert u ook alle continenten te vertegenwoordigen? Inderdaad, want van alle reizen neem ik altijd wel een origineel pakje mee. Als ik naar de afgelopen carnaval kijk, hoe zag u toen eruit? Toen zag ik eruit als een Canadese rider. Hoe heet het? Een officier
met zo'n grote hoed op. Nou, gaat u dus elke dag de continent vertegenwoordigen. Hoe ziet er, want u, morgen bent u een Oostenrijker. Oostenrijkse. Hoe ziet een Oostenrijkse eruit volgens u? Nou, gewoon met een Tiroler jurk aan. Wauw. Helemaal met een flinke boezem. Alles erop en eraan. Nou, goed voor elkaar zeg. Moet wel behoorlijk wat geld kosten volgens mij, of niet? Uiteindelijk kost dat wel. Want het is allemaal origineel, hè? Dus, origineel? Ja, originele jurk. Met schortje en al. Ik vind dat schortje wel niet zo geweldig, maar ik draag het schortje ook. Het mag wat kosten. Ja. Maar ja, het is ook leuk. Is het ook een beetje om de reacties? Want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen langs lopen en dat ze dan zeggen, wat ziet u eruit? Ja. Nou, ze zeggen niet, wat zie je eruit, maar zie je er leuk uit. Ja, precies, maar op een positieve manier. Was u gisteren die Arabier? Ja, ik was gisteren die Arabier. Gewoon een feestje voor mezelf. En als u dan s'avonds terugkomt, hè? Ik neem aan dat u dan ergens op een camping niet slaapt? Nee, ik slaap in een hotel. Oh ja, precies, ja. Ja. Maar dan slaapt u in een hotel, komt u in een hotel binnen. Dan ben ik alweer anders, want ik, bij de finish staat mijn man met de motor en dan doe ik mijn motorpak aan. En zo gaan we naar het hotel. En hoeveel zweetplekken heeft u aan het eind van de dag met die lange kleren? Van boven tot onder. Dat dacht ik al wel, ja. Want ik kijk nou naar mezelf. Ik loop natuurlijk niet mee. Maar ik heb een t-shirt aan. Ik heb een korte broek aan. En u bent helemaal bedekt. Maar ik kan gewoon heel goed tegen de warmte. Dus het komt helemaal goed. U heeft het beter bekeken dan mij, denk ik. U heeft het beter bekeken dan ik. Ervaring, denk ik. Ook een beetje levenservaring. Ja, dat zal het zijn, ja. Ik wens u nog veel succes de komende dagen. Maar dat komt vast goed, denk ik. Hartstikke goed. Dankjewel. Succes, jullie. Ja, komt dankjewel. Goed. Ja, dat klopt. Daar zijn we weer. We zijn bij de militairen aangestrand. Hier liggen er een paar met de benen omhoog. Ik zit hier onder andere met Matthijs. Matthijs, het ziet eruit alsof je het heel zwaar hebt. Ik val best wel mee, hoor. Oké, waarom zitten die benen zo hoog? Om het zuur eruit te laten lopen en even iets anders dan naar beneden. Ah, kijk eens aan. Ja, je zet natuurlijk stap voor stap naar beneden. Even omhoog, het zuur naar beneden. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Fietsen dat het zuur zeg maar, wat in je benen zit. Gewoon van het lopen dat het zeg maar, weer terug in je lichaam gaat. Dat het ergens anders zit dan in mijn voeten zometeen. Dat ik zo meteen weer lekker soepele voetjes heb voor het laatste stukje. Kijk eens aan, dus het is allemaal tactiek dit. Zeker. Is over nagedacht. Dus niks. Kijk, mooi. Nou, hadden we het net al even over. Jullie gaan natuurlijk zo meteen de 7 Heuvelenweg op. Jij kent hem al, hè? Ja, de 6e keer. Oh, de 6e keer. Kijk eens aan. Nou, dan weet je wat je kan verwachten. Ja, het wordt de ergste route tot nu toe. Ja, ik hoor van veel mensen. Gisteren was het heel erg. Vandaag valt het wel mee, maar jij vindt vandaag wel de ergste. Nou, ik vind gewoon deze keer voor mezelf vind ik persoonlijk toch wel heel erg zwaar. Okay, heeft wel een speciale reden nog? Of? Geen idee. Okay, gewoon iets zwaarder dan de andere keer. Ja, zoiets. Okay, precies. Nou, zie je op tegen de 7 Heuvelenweg of kun je wel aan? Alleen maar gezelligheid langs de kant. Kijk eens aan. Hoe je het weet ben je binnen. Kijk eens aan, zo willen we het horen. Hartstikke bedankt, man. Hey, dankjewel. Hè. En dan naar Rens in het centrum van Groesbeek, die wederom is aangeschoven bij een paar hele knappe, gezellige dames. Rens Turk. Ja, zeker waar, ja, Bart. In het centrum van Groesbeek, daar gebeurt dat natuurlijk allemaal. Onder andere. En ik zit nu naast twee oudere mevrouwen. Nou ben ik weer de naam kwijt. Keukens en? Mevrouw Thijssen. Thijssen, inderdaad, ja. Het is ook wel grappig, want als je hier aan de zijkant kijkt eigenlijk, want we liepen net een beetje natuurlijk met de route mee. Dan zag je dus ook dat eigenlijk de hele zijkant was vol. Maar wij kwamen met de camera kwamen dus hier aan en direct werden de stoelen allemaal vrijgemaakt, want ze wouden niet op tv. Maar u durft het wel aan. Nou ja, als het niet te moeilijk is, wel ja. En het is hier ook mooi, dus dan durf je toch wel wat aan. Waarom zit u hier? Voor het plezier. 2 dagen kan ik altijd kijken, vandaag en morgen. En dat vind ik prachtig. Hoe horen u allemaal bij elkaar? Ja, we zijn allemaal hier bij elkaar. Hier zitten we altijd. Ja. Ieder jaar. U bent de enige die niet zo bang is voor de camera eigenlijk? Ik zie niet zo bang. Hoe kan dat? En hoe kan het dat de rest wel zo bang is en u niet? Dat weet ik niet. Dat hoort zo, denk ik. Dat is nou zo. Beetje aard van het beestje? Ja, aard van het beestje. Heeft u ooit ook zelf meegelopen met de Vierdaagse? Nee. Altijd wel wezen kijken, maar... Het is echt een vaste prik dat u hier zit. Ja, de laatste jaren wel. Vroeger zat ik in Bergendal. Die mensen zijn verhuisd en nu zit ik altijd hier. En heeft u nooit gedacht van, oh, al die mensen lopen allemaal YMCA te zingen en de kabouterdans. Ik wil ooit ook een keertje mee gaan lopen? Dan hadden we het eerder moeten doen, hadden we vroeger moeten doen. Ja, ja, maar had u dat eerder ook niet gehad? U dacht van, oh, ik wil toch nog een keertje... Dat kan bij ons niet van passen. Het werk leende zich daar niet voor. Hè? Want dan moet je veel oefenen. Ja. En komt u hier uit de buurt? Nee, wij komen uit de Ooipolder. Ooipolder, maar dat is wel in de buurt, toch? Ja, dat is ook in de buurt. Dat is niet zo, dat is in de regio, ja. Want ik zat net ook bij de overkant, daar precies aan de overkant. En die zeiden al tegen mij van, we zaten hier vanaf 8 uur, want ze kwamen uit Veenendaal.
En ze moesten elk jaar, ze reserveren geen plekje, maar ze gaan zo vroeg mogelijk inzitten. Maar dat geldt voor u niet zo, denk ik, of wel? Die mensen zetten altijd de stoelen alvast klaar, dus dan kunnen wij altijd hier zitten. Maar voor u maken ze gewoon plaats? Ja. Wij zijn op de plaats hier. U heeft het goed getroffen weer? Ja. Dus ze kunnen ook niet beter weer hebben dan nou, en wij ook niet, hè? Eigenlijk zou je presentator moeten worden, want u praat goed. En kijk, weet je, u zit nou bij mij. Ik bedoel, alle mensen staan gewoon voor mij op om hier te gaan zitten. Ja, maar als je makkelijk... Dan krijg je gewoon gratis een plek. Ja. Dat is ideaal. Ideaal is het hier. En ik vind het mooi en ik geniet er iedere keer ervan. Heeft u ook nog een speciale bekende die je komt aanmoedigen? Ja, er zijn wel bekenden. Is zij die al langs geweest of nog niet? Er zijn nog niet. Er zijn, er moeten er een paar komen, daarom. Dus voorlopig blijft u nog even zitten hier? Oh ja, tot laatst toe wel. Ja, tot laatst blijven we zitten. Het zijn echte die-hards. Nou Bart, je hoort het. Oh, zeg dat wel. Ik spreek meerdere mensen en iedereen zegt, we weten wat we kunnen verwachten, maar we zien er wel tegenop. De militairen zeggen natuurlijk dat ze er niet tegenop zien. Maar we gaan nu eventjes kijken of we met die al mee kunnen lopen richting de Zevenheuvelenweg. Er lopen allerlei mensen voorbij en ik zie hier een hele vrolijke meneer lopen. Meneer, zouden we een stukje met u mee mogen lopen? Ja hoor. Kijk, hartstikke gezellig. U gaat aan de Zevenheuvelenweg beginnen. Jazeker. Weet u waar u aan begint? Absoluut. Oh, kijk eens aan. U heeft vaker meegedaan. Ja, ik ben al voor de 29ste keer hier. Oh, de 29ste keer. Kijk eens aan, kijk eens aan. In het vak. Zo, tot hoever wilt u gaan? Tot ik niet meer kan. Echt zover mogelijk, ja? Het is een verslaving. Oh, voelt het echt als een verslaving? Verslaving, absoluut. Iedere keer als de Vierdaagse? Zonder verslaving. Ja, precies. Ja. Precies. Oké. Okay. Wat vindt u dan het leukste aan de Vierdaagse? Al die mensen eromheen of de uitdaging? De muziek, de entourage, de atmosfeer, geweldig. Nergens in de wereld is dat zo. En we hebben al heel ver in Duitsland, Frankrijk, Ierland, zelfs in Japan gelopen. Nergens een sfeer zoals in Nijmegen. Kijk, oké. Dus de Vierdaagse staat altijd rondom gecirkeld in uw agenda? Ja. En de Zevenheuvelweg ziet u dan ook niet tegenop, denk ik, hè? Nee. Peulenschilletje. Ik wil heel veel succes, mensen. Ja, dankjewel. Okay. Hoi. Ja, Misha, inderdaad. Ja, haastige spoed is zelden goed als je nu naar de grond kijkt. Ik heb net allemaal chips op de grond gegooid, omdat ik heel snel iemand moest zoeken, hè? Want ik sta nu naast Eline. Ja, hoi. Jullie zijn van de catering vandaag. En niet een beetje catering ook. Ik kijk mijn ogen uit. Want ik zie nou een volle tas staan en ik zie daar... Ja, wat zit er? Allemaal drinken. We hebben alles, van alles bij ons. Hoe lang heb je hiervoor gespaard? Nou, daar is wel een weekje voorbereiding voor nodig, maar... Je rijke ouders? Nee, zeker niet. Waarom ga je er zoveel eten uitdelen en al die lopers hier? Nou, wij hebben eigenlijk... voorgaande jaren heb ik ook meegelopen. Vorig jaar is me goed bevallen om aan de zijlijn te staan. En nou ja, ik weet als wandelaar wat je nodig hebt. Dus goed zout met dit weer en dan... Lekker chipjes, zout erop, we hebben van alles. Je bent zelfs lopen wel afgevallen, begrijp ik. Nee, ik heb dit jaar niet meegelopen. Maar je hebt wel eens ooit meegelopen, zei je toch? Ja, maar die heb ik uitgelopen hoor, dus niet uitgevallen. Maar meestal hoor je dus van mensen die meelopen, dat ze vaker meelopen. Ja, dat virus heb ik helaas wel, maar voor en nu... En toch sta je de zijlijn? Ja, soms zijn er andere keuzes waardoor je het wandelen even aan de kant zet, ja. Levenshard, hè? Ja, heel goed. Allemachtig. Heb je dit ook voor RN7 gedaan? Want wij zijn natuurlijk RN7. We zijn de Omroep voor het Rijk van Nijmegen. We doen de hele week een verslag op radio, televisie, internet over de Vierdaagse. Yeah. Was het ook zo dat jullie dachten van nou RN7 komt langs, dus we slaan extra in? Ja, dat mag ook wel hoor. Die mogen er ook wel van nemen. Ja. Oh, sympathiek. Het was ook heel veel kilometers deze dagen. Wat zei je? Jullie maken pas ook heel veel kilometers deze dagen. Dat is zeker waar, ja. Natuurlijk niet vergelijken met de lopers, maar wij maken ook zeker wat kilometers. Wat zou je voor ons aanraden om te nemen? Of aan ons te geven? Zoutchips. Chips? Ja. Van de grond? Nou, dat zou ik dan maar niet doen. Heb je zelf gedaan, hè? Er is nog wat. Nou, succes vandaag en ik neem er één. Zeker goed. Dankjewel. Dankjewel, hè. Joep. Succes. Ja, kom goed. Dankjewel, Ren Sterk vanuit het centrum van Groesbeek. Ik hoorde Paul Elstak op de achtergrond. Dat is vanavond Nighties Party op de Grote Markt. Goed, dan gaan we naar de andere Rens. En die staat op de Zevenheuvelenweg. Ja, dat klopt. Daar zijn we weer. We zijn inmiddels de Blarenpoli ingelopen. En nou ja, ik ben naar de pittigste vent die hier ligt toegelopen. Daniel, die loopt voor de eerste keer mee. Maar ik geloof dat jij dit voor de laatste keer doet, hè? Zeker weet ik dat het voor de laatste keer is. Okay. Prima, maar nooit meer. Valt het zo erg tegen? Ja, en dan elk jaar hetzelfde rondje lopen, dat lijkt me echt niks. Oké, één keer is genoeg geweest. Dus. Eén keer is zeker genoeg geweest. Hoe voelen de voeten nou? Want ik zie dat je uitgebreid behandeld wordt. Ja, nu voelen ze relaxed, want ik hoef er nu niet op te lopen. Maar daarom ben ik, ik heb teentjes, daar heb ik blaren mee. En onderkant voet. Nou ja, en als dat weer in orde is, dan gaan we als speer weer door. En dan morgen de laatste dag. En dan met gierende banden weer naar huis toe.
Kijk eens aan. Volgens mij kon het nu wachten als zo, hoor. Ja. Dus ja, en dan nog een feest vieren morgenavond. De vrouwen komen ook, dus moeten het uitlopen. Ook voor mezelf natuurlijk, maar ja. Oké, dus jullie hebben wel een realistisch doel. Maar nou wordt je hier verzorgd en ik zie dat je voet het verband ingaat. Maar zometeen moet je natuurlijk wel de Zevenheuvelenweg op. Ja, dat weet ik. Maar ja, goed, als het goed is hebben we er al 2 gehad, geloof ik. En nog 10 kilometer. Nou ja, dat gewoon... ja, hoe zeg je dat? Gewoon, ja, geen woorden voor, maar blik op oneindig en gaan. Precies, niet aan denken en gewoon doorlopen. Gewoon doorlopen, ja, zo is het. Kijk eens aan, lijkt me de beste instelling. Mag ik u heel veel succes wensen. Dankjewel. Succes, Daniel. Ja, inderdaad, ja, het centrum van Groesbeek, daar is het gekkenhuis. Je hoort het ook al op de achtergrond. Behoorlijk harde muziek. We hebben ook echt een toplocatie uitgekozen. En naast mij, Diana, Esther en Rinus. Het is goed dat jullie een t-shirt aan hebben, want ik ben helemaal niet goed in namen. Waarom lopen jullie mee? Waarom lopen wij mee? Bucketlist. Bucketlist? Bucketlist. Ja? Ja, dat moest een keer gedaan worden. Hoe lang stond het al op de bucketlist? Nou, al een aantal jaar hoor. En dan bereik je een bepaalde leeftijd en dan moet het echt gaan gebeuren, hè? Ja. Ik hoorde net op de radio, hoor ik net Patrick Hernandez, hè, met Born to be Alive. Ja. Voor mij is het ook een beetje Born to be Alive, of niet? Ja, tuurlijk. Ik zag je helemaal uit je dak gaan. Ja. Weet je, dit is toch gaaf? Ja, zeker. Geweldig. Sfeer, alles. Je vergeet al je pijntjes. Dit is super gaaf. Ja. Echt. Hey, ga je alleen uit je dak met lopen of ben je ook s'avonds een beetje bij de Vierdaagse feesten? Nee, het lopen is voor mij wel genoeg. Ja, ja, ja. Ja. Rustig aan. Hoe ziet een Esther eruit als het helemaal uit je dak gaat? Ja, dat weet je niet weten. Doe eens voor. Dat doen we morgenavond. Doe eens voor. Nee, dat doen we morgenavond. Morgenavond gaan we los. Hoe kan ik je overtuigen om uit je dak te gaan? Ja, dat doen we samen. Dat doen we samen. Nou, ja? Ja? Gaat ie? Ja. Hey. Hey, hoor. Ik vind het nog redelijk zuinig. Ja, ja. Voor de camera. Moet meer alcohol in zitten, hè? Nee. Geen alcohol voor mij. Nee. Wat zuinig? Nee. Vrijdag. Vrijdag. Vrijdagavond. We spreken elkaar dan weer, ja? Is goed. Zien we elkaar dan. Ik voel een deal. Misha. Dankjewel Rens, het plaatje ziet er werkelijk waar fantastisch uit. En dan gaan we verder naar Rens Hermsen, want die staat op de Zevenheuvelenweg. Kijk, daar komt hij aan. Rens, jongen. Hallo. Ja, dat klopt. We staan hier de benen warm te houden. We stoppen heel eventjes, Misha, maar we hebben weer iemand gevonden. Hoe heet je? Kim. Kim, hoi. Loop je voor de eerste keer mee? Tweede keer. Oh, de tweede keer. Dus je weet waar je aan begint? Ja. Dan weet je ook waar je nu aan gaat beginnen. Ja, was ik er maar nooit aan begonnen. Nee. Is dit echt het ergste van de route? Nee, ik vind het hartstikke leuk. Ja. In hoeverre helpen al die mensen nou langs de weg? Helpen die je echt mee om over de finish te komen? Ja, voor mij wel. Ja, ik vind het super gezellig. Zag je net ook echt al super enthousiast aankomen lopen? Ja. Volgens mij hou je die sfeer erin om door te blijven lopen. Ja, dat houdt je voetjes een beetje rustig. Ja, leuk. Voel je het al wel? Een beetje andere beweging maken door de muziek en zo. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja. Voel je het al in de benen? Ja. Blaadjes? Nee, dit keer niet. Vorig jaar wel. Heel veel. Maar... Dat scheelt. Dat voel je wel tijdens het lopen. Jij gaat het wel redden dus. Nou, kijk, heb je nog een speciaal doel waarvoor je loopt? Nee, eigenlijk niet, maar ik wil wel heel graag de groetjes aan iemand doen als ik kan. Ik wil de groetjes doen aan mevrouw van de Schilderdoek van Holland. Ze wordt dit jaar 100. En ik zie u snel weer. Tot donderdag op de koffie. Kijk, nou, deze is voor u. Heel veel succes toch tijdens het lopen. Dankjewel. Okay. Ja, inderdaad, ja, het centrum van Groesbeek, daar lopen we nog steeds. Het wordt maar drukker en drukker. En je wist het misschien niet, maar ook Disney-figuren lopen mee. Ik wist maar niet dat Mickey Mouse zo sportief was. Jazeker, dat moet ook. Waar komt u eigenlijk vandaan? Ik kom uit Zeeland. Dat verklaart een hoop, hè? Was heeft Vlaanderen. Daar gaat het fout. Daar gaat het helemaal mis. Daar gaat het helemaal mis. Ja hoor. Hij is ook niet gigantisch warm, want u heeft een Mickey Mouse hoofd op, voor de radio natuurlijk. U heeft een groene broek aan, u heeft een colbertje aan. Het is 25 graden buiten. Je moet echt doodgaan. Nee, het valt wel mee. Het is allemaal dun spul. En er zit een fietshelm in gebouwd. Ik heb daar circulatie in. Er zit een doekje voor, dus daar kan de lucht door. Circulatie. Dat is de enige plek waar lucht doorkomt, volgens mij, of niet? Jazeker. Alleen, ik had wel moeite om uit de massa te komen vanmorgen. Ik heb heel slecht zicht, ook met het licht, de duistering. Maar we moeten starten om 4:30 zo'n beetje, bij Orie gescand. En dan is het nog donker en als de lichten dan op je van de lantaarnpalen, dan zie je heel slecht. Ja, steekt wel met kop en schouders boven iedereen uit, hè? Ja, dat wel, ja. Krijgt u ook leuke reacties hierop? Ja, wordt u een beetje uitgelachen? Nee, uitgelachen niet. Maar, wat heeft u eigenlijk met Disney? Ik heb eigenlijk helemaal niks met Disney, nee. U heeft niks met Disney en nee. U gaat een Disneypak rondlopen? Ja hoor. En waarom? Omdat u uit Zeeland komt? Nee, ja, gewoon leuk voor de kinderen, ja. Heeft u zelf kinderen die helemaal gek zijn van Disney? Nee hoor, helemaal niet. Nee. Het
puur dat u denkt van de kinderen die hier rondlopen, die hebben een beetje behoefte aan wat entertainment, dus ik ben Mickey Mouse. Ja, dat is leuk. Die komen naar je toe. Soms moet ik ze beschermen, want die andere wandelaars lopen door. Ja, dat is wel leuk. Een leuke reactie soms. Soms komen ze met een boekje voor de handtekening. Dus dan schrijf ik Mickey Mouse op. Gewoon in woorden Mickey Mouse? Ja, precies. Ja. Dat is al Mickey Mouse, want niet zo hele ingewikkelde handtekening hebben, denk ik. Nee, dat is zo. Want u kijkt nu eigenlijk gewoon het zwarte lapje wat u voor uw gezicht heeft, toch? Ik kijk door het zwarte lapje, ja. En is het Mickey Mouse of wel eens wel eraf gevallen? Is het onthoofd? Nee, die is nooit op het hoofd. Van één kant hoofd? Nee. En bij het begin van dit gesprek vroeg ik al hoe sportief Mickey Mouse is. Hoeveel kilometer loopt Mickey Mouse vandaag? Of eigenlijk gewoon deze hele week natuurlijk, maar per dag? Ik loop 50, ja. 50? Ja. Alle mensen. Ja, ik train elke week, dus... Wat goed. Ook in de bergen. Ik heb wel respect voor u. Ja, dankjewel. Ja. Zometeen ga ik nog een foto met hem maken, dus blijf nog even staan. Ja, maar eerst ga ik nog even naar een heel ander uiterste. Want de twee mensen kennen elkaar al, want ik heb hier natuurlijk links naast mij Mickey Mouse. Maar rechts naast mij, dan ga je even naar rechts. Die kwam ik afgelopen week ook tegen in Bemmel. Dat is superleuk. Team Friesland, dus helemaal aan de andere kant van Nederland, Zeeland, Friesland. Ik ga nog één keer aan mijn hoofd goed doen, want we hadden elkaar afgelopen week dinsdag gesproken. Nienke. Wieke. En Willem. Rink. Willem Rink. Ja. Dat zijn Friese namen, hè? Ja, Willem Rink, ja. We zijn nu twee dagen verder, want we hadden elkaar gesproken in Bemmel. Hoe gaat het nu? Ja, het gaat lekker. Dit is een mooi stukje. En veel mensen langs de weg. En mooi weer natuurlijk. Dus dat is gewoon genieten. Puur genieten. Ja. Kan er nergens last van? Nee, geen enkele blaren. Allebei niet. Sportieve Fries van jullie? Ja. Een beetje stug, maar door, volhouden. Hè. Zit die sportiviteit eigenlijk een beetje in de Friese roots? Bij ons in de familie wel, ja. Ja, iedereen is aan het sporten. De oudste twee die zitten op sportstudie in Groningen. En we doen van alles. Kaatsen, voetballen, fietsen. Over het algemeen in Friesland? Ja. Ik moet wel zeggen trouwens, afgelopen week hadden we elkaar ook gesproken over jullie Friese roots, hè? Hebben we nu natuurlijk ook een beetje over, maar toen hadden ook van die rood, blauw, witte dingen allemaal aan. Ik vind het nu toch een beetje tegenvallen. Is dat zo? Dan zal ik hem even laten zien. Vivi is wel in stijl vandaag, hoor. Ja, Partij van de Dieren gaat maar niet zien. Dat heb ik vorig jaar gevraagd. Geen probleem. Nee? Nee, echt niet. Ja, want eigenlijk is dat de enige. Jullie hebben Vivi en jullie hebben het vlaggetje. Ja. Morgen meer. Ja, morgen meer. Ik voel een cliffhangertje. Ja. Morgen gaan we echt los in het Fries. Hoe gaan jullie morgen eruit zien? Ja, dan ga ik een Fries rokje en Vivi gaat in het Fries natuurlijk. Een Fries rokje? Ja, echt een Fries rokje. Je weet dat er Roze Woensdag is geweest, hè? Het maakt niet uit. Fries rokje, dat is standaard dat wij daarmee afsluiten. En zouden jullie als Fries ook in Mickey Mouse pakken durven rondlopen hier? Nou, dat is wel erg warm, hè? Ja. Nee, niet doen. Ik doe dit liever. Dan kan ik meer dingen met het publiek gaan doen. Ja. Nou, veel succes nog even vandaag. Ja, heerlijk. Bedankt. Nou, Misha. Dankjewel, Rens. Ja, bijzondere figuren lopen er met de Vierdaagse mee. Ik vind het allemaal geweldig. Goed, en dan gaan we naar de Zevenheuvelenweg, want daar staat Rens Hermsen. Rens, jongen. Ja, dat klopt, Misha. Goedemiddag inmiddels. Ik sta hier met Lisa en Lisa die loopt niet mee met de Vierdaagse, maar ze staat hier wel met een hele bijzondere reden. Leg eens uit. Ja, ik ga komende zondag naar Amerika, naar de World Scout Jamboree. Dat is een kamp van, dat om de 4 jaar is voor scoutingleden van over heel de wereld. Dus daar ga ik heel veel mensen vanuit andere landen ook ontmoeten en zo. En daarvoor moet ik 45.000 euro verdienen. En daarom sta ik hier nu sleutelhangers te verkopen. In de kleur van de Vierdaagse ook. Dan probeer ik even nog de laatste paar euro's binnen te krijgen. Nou, ik zie dat je al een aantal keren hebt moeten bijvullen. Volgens mij gaat het best lekker, hè? Ja, ik heb vorig jaar ook al gehad. Dus ik heb heel veel mensen die hier komen van... Oh ja, ik heb je vorig jaar wel gezien, maar net niet gekocht. En ik heb gisteren ook gestaan en morgen sta ik weer. Dus er zijn heel veel mensen die zo... Oh ja, ik heb je gezien, maar ik had geen geld mee of zo. Dus dat is wel heel leuk. Oh, maar je staat dus nog iedere dag langs de weg? Ja, alleen dinsdag heb ik niet gestaan, maar nu wel elke dag, ja. Kijk eens aan, dus je maakt echt je werk van op die manier. Ja, ik heb nu toch vakantie en ik heb nu toch de tijd. Dus ja, dan kan ik hier toch gewoon staan. Precies. Wil je hem ook nog een keer meelopen? Nee, dat is niet voor mij. Nee. Als je het zo ziet, denk je niet, nou begint het wel te kriebelen? Nee, mijn moeder die loopt mee, maar ik ben niet zo van het lopen. Ik heb ook niet zo goede enkels en zo, dat gaat hem niet worden, denk ik. Oké, dus jij gaat in ieder geval zondag lekker naar Amerika en dat lopen dat laten we even zitten. Ja. Kijk eens aan, heel veel succes tot vanmiddag. Dankjewel. We zien hier allerlei mensen voorbij lopen en nou ja, natuurlijk is dit het begin van de Zevenheuvelenweg. Dit is het moment waar mensen voor waargeschuwd worden. Dit is het zwaarste moment.
Sommigen vinden dat tegenvallen, vooral de militairen, die zeggen dat is allemaal niet zo. Maar er zijn heel veel mensen die vinden dit het zwaarst. En ik ga nou met iemand meelopen. Ik zie hier een meneer lopen. Hoi, zouden we een stukje met u mee mogen lopen? Zeker wel. Kijk, we beginnen nu aan de Zevenheuvelenweg. Ja. U kent dit stuk, denk ik, hè? Ik ken hem. Ik heb hem met de Zevenheuvelloop hard gelopen. En 2 jaar geleden op de 50 kilometer. Dus ik weet wat te wachten staat. Kijk eens aan. Alpe in Nijmegen. Ja, precies, inderdaad. Samenvatting. Ja, ja. Inderdaad, inderdaad. Is het dan ook de tweede keer dat u meeloopt? De tweede keer ik meeloop. 1 keer 4 keer de 50. En nu de eerste keer voor de 40. Kijk eens aan. Maar de Zevenheuvelweg zit nog vers in uw geheugen, neem ik aan. Die zit er nog heel vers in. Die raak je nooit meer kwijt. Nee, precies. Nou, je kijkt er gewoon naar uit. Ja, is dat zo? Kijk je er naar uit? Het is echt Alpe van Nijmegen. Al die campers en tenten, dat is helemaal geweldig. In hoeverre geeft dat ook inderdaad sfeer en geeft dat de moed om door te gaan? Ja, zeker. We hebben gisteren natuurlijk de tweede dag gehad. Dat is altijd de zwaarste dag die er is. Zeker het stuk naar Wieger is eigenlijk heel erg eentonig met weinig vertier. Maar hier is het eigenlijk de hele dag feest. Ja, dat valt me eigenlijk op. Want veel mensen zeggen die tweede dag is het zwaarst. Maar als ik die Zevenheuvelenweg zie, dan denk ik nou... Die lijkt mij eigenlijk ook wel erg zwaar. Ja, maar als je 7 keer omhoog loopt, dan loop je ook 7 keer naar beneden. Precies, nou, dat is inderdaad goed gezegd. Loopt u eigenlijk alleen? Nee, ik loop met mijn vrouw, die loopt hier links achter mij. En de achterbuurvrouw in het roze shirt. Kijk eens aan. Nou, dan ga ik heel even verplaatsen naar uw vrouw. Hallo. Hallo. Ik sta hier met? Jannie, hoi Jannie. Jij kent de Zevenheuvelenweg ook al, denk ik? Ja, van het hardlopen. Oh, ook al van het hardlopen. Kijk, dus jullie lopen wel hard, maar nu gaan jullie voor de eerste keer wandelen. Ja, we hebben hem in de training ook al gedaan. Dus het, jullie dachten we pakken de Zevenheuvelenweg vast mee? Ja, maar het was een stuk rustiger dan het nu is. Dat is toch anders, hè? Maar je hebt ook geen mensen langs de weg om je aan te moedigen. Dat lijkt me ook wel een goede... Wel, overweldigend, hoor. Dat is, ja, leuk. Heb je nu wel zoiets van ik ga volgend jaar weer meedoen? Nee, dus 1 keer en nooit meer. Oké, 1 keer en nooit meer. Voor u ook? Ik zei bij 4x50 was eens en nooit meer. Het is nu de 2e keer, dus ik sluit niets uit. Oké, nou mooi. Ik wil jullie heel veel succes wensen. Dankjewel. Oké, zet hem op. Ja, zeker waar, ja, Misha. Het is ook wel leuk, om met de Vierdaagse heel vaak mensen spreken over het Vierdaagse virus. Hè? Mensen die dan eeuwenlang meelopen en die dan op een gegeven moment een beetje met het virus besmet zijn geraakt en maar niet de Vierdaagse eigenlijk kunnen loslaten. En naast mij staat ook iemand een beetje die nou, toch een beetje wandelend memulair is van de Vierdaagse. Hè? Ja. Hoe lang doet het al mee? 18 jaar. Best wel een tijdje, hè? Plus 1 keer, dat was 1 dag. Dus eigenlijk de 19e keer. Maar daar hebben we dus een speldje van gekregen. Wat maakt de Vierdaagse zo speciaal voor u? Ja, ik vind die sfeer echt zo gezellig. Met al die mensen om je heen. En je komt heel veel vrienden tegen. Heb je geen wandeltochten bijvoorbeeld? Want jullie komen uit Zuid-Holland. Ja. Kun je daar niet bij een wandeltocht mee doen? Of is echt de Nijmeegse Vierdaagse zo speciaal? Ja. Het kan alleen maar hier gebeuren. Nee, we lopen ook de kippenloop. We lopen in Egmond. De kippenloop? Ja, dat is in Katwijk. Voor het goede doel, voor de kankerbestrijding. Oh, nee, en loop je er vandaag ook voor het goede doel? Want jullie hebben speciale hoedjes op en helemaal in het wit. Ja, ja, nou voor witte donderdag. Maar verder niet wat jullie voor een goede doel gaan lopen vandaag? Nee. Puur voor de lol? Ja, nou ja, goed voor je conditie ook. Hè. Ja. En hoe vaak? Want u bent dus Reinie en u bent Jannie. Ja. Hoe vaak loopt u al mee? Want u loopt korter mee, hè? Ja, ik loop voor de 8e keer mee. En Reinie heeft je een beetje meegesleurd van nou, ik wil niet meer alleen lopen. Kom eens even mee. Nou, het kwam zo, een collega van mij die zei van ja, Reinie of Jannie gaat ook de Vierdaagse lopen. Maar ik wilde hem nooit alleen lopen. En toen dacht ik op een gegeven moment van wat zit je nou te zeuren alleen lopen? Er lopen 1000 andere mensen. Dus ga gewoon. En toen kwam ik Reinie tegen. En ja, dat klikte gewoon goed. En vanaf dat moment zijn we samen gaan lopen. Dus het is niet zo dat u haar moest overkopen? Nee. Ik heb eerst ook een tussenjaar gehad dat mijn oom is overleden. Die heb in het jaar overleed in november. Toen hebben we nog wel in juli de Vierdaagse gelopen, alleen hij liep 30. Maar toen hebben we ook een radio-interview gegeven in Nijmegen zelf. Hij liep er ook mee, hè? Ja, hij liep 40. Want in principe mag ik ook de 30 lopen, maar mijn maatje moet nog 40. Maar is het ook zo dat u juist met een beetje speciale herinnering daaraan heeft, want hij is overleden, hij liep mee met u. Dat u een beetje speciale herinneringen daaraan hebt op een gegeven moment, want hij is overleden, je liep samen met de Vierdaagse, het is toch een hele ervaring. Ja. Ja, want ik bel ook elke ochtend zijn vrouw nog steeds op. Ja. Mooi zeg. Ja. Iedereen eigenlijk zijn eigen reden om mee te lopen. Ja, dat is zeker. Dat is mooi aan de Vierdaagse, hè? Ja. Misha? Ja, dankjewel Rens. Vanuit Groesbeek, het centrum. En dan gaan we een eindje verder opkijken, want daar is natuurlijk die vreselijke Zevenheuvelenweg. En daar staat Rens Hermsen.
Ja, inderdaad. We zijn in plaats van met de loper meegelopen, zijn we eens een keer naar de toeschouwers gegaan. En ik zit hier samen met Thea en met Jan. En ik ga eerst even aan Thea vragen. Ik weet al waar jullie vandaan komen. Voor de gasten thuis. Wat zegt u? Waar jullie vandaan komen. Ulft. Ulft. Dan denk ik, hoe kom je vanuit Ulft de Vierdaagse hier kijken? Omdat de bekenden meelopen. Maar ik ga ieder jaar kijken. Oh, u gaat ieder jaar kijken? Oké, gewoon puur vanwege de happening? Of? Ja, ja. Ik heb familie hier wonen, dus dat is altijd leuk. Loop ook wel eens mee. Oh, echt? Heeft u al wel eens meegelopen? Hoe vaak? Ik niet. Nee, oh, okay. Mijn kennissen van mij. Ah, precies. Dus u komt ze vooral aanmoedigen? Ja. Ah, oké. Okay. Nou, dat zal voor u dan hetzelfde zijn natuurlijk. Ja, ja. Dat is gemeenschappelijk, zeg maar. En ook vanuit de Achterhoek... Met name uit Didam is een grote groep die loopt. En er zit ook kennissen bij van ons. Kijk eens aan. Nou, ik hoorde al dat ik net... Die zijn net de deur uit. Ja, ik was net te laat, hè? Ja, 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 precies. Ja. Jammer. Nou ja, in ieder geval, jullie komen elk jaar kijken, hoor ik al. Ja, elk jaar. Dat is wel... Bijna wel. Bijna ieder jaar. Het moet goed weer zijn, hè? Ja, precies. Nou, daar hebben jullie dit jaar wel geluk mee natuurlijk. Het is, meestal is het behoorlijk goed weer. En zoals nu ook, het is geweldig om te lopen. Maar ook om hier in de schaduw te zitten, hè? Precies, nou ja, jullie familie is natuurlijk al langsgekomen, maar volgens mij blijven jullie nog eventjes zitten. Ja, we blijven zitten natuurlijk. Gezelligheidsmensen. Ja, ja. Heel veel plezier nog. Ja, dankjewel. Oké, okay. Hoi hoi. Ja, zeker Misha. Wij met RN7 zijn natuurlijk de hele dag bezig met verslaggeving. En mocht je RN7 een beetje volgen, dan heb je haar misschien vanmorgen ook al een beetje in beeld gezien bij Daan. De koningin van de Vierdaagse wordt ze genoemd, Loes Rikkenspier. Ja, goedemiddag heren. U ziet dat als zo, als u ziet... Daar lopen de prins en de prinsessen. En ik word de koningin van de Vierdaagse genoemd. Waarom? Omdat de mensen dat vinden. Ze zeggen, ik ben altijd zo kleurrijk. En ik help iedereen die nodig is. Maar ik maak ze alleen maar bekend dat iedereen, stuk voor stuk, die hier lopen, die ook langs de weg zitten, mentaal heel sterk zijn. Iedereen heeft een bagage. En als pijn in je been is geen pijn. Mentaal moet je voelen dat je sterk bent. Want als je iemand van je kwijt bent, of je hebt een vent die je in de steek hebt gelaten, moet je toch verder. Dus, dan moet je verder. En hoe maak je dat duidelijk aan mensen? Om ze in de ogen te kijken. En ik zeg, ik kijk in je ogen en ik zie hoe sterk je bent. En ja, dan vallen ze me in de armen. Dan zeggen, dat heb gelijk. Vorig jaar was ik bijna uitgevallen. En je stond te dansen. Je bracht vreugde in mijn leven. Zo gaat het. Heeft u een specifiek iemand in gedachten die u voor vandaag heeft geholpen? Ja, degene die ik heb geholpen is dat meisje die niet zo goed kan praten. Die loopt ook mee. Die loopt ook mee, want ze is geopereerd aan blinde darm. En ik maak gebarentaal met haar. Het maakt niet uit, want het zit in je hoofd. En ze knikte en ze ging vandoor. Ik ben er later tegengekomen en ze doet het fantastisch. En waarom draagt u deze kleren? Deze kleren, omdat ik ben de zon zelf. En ik vind het fantastisch om deze 4 dagen uitgedost te zijn. Want ongeacht politie, marechaussee, burgers, alles mensen met hun eigen gevoel. Die ook uit de kast komen. In deze dagen zijn wij 4. Het zou moeten zijn 4 dagen... Het hele jaar dat we één zijn. De politie zelf. Draag oranje. Draag roos. Eén. We zijn één. Niemand heeft onderscheid wie we zijn. We zijn allemaal één. Het zou zo moeten zijn. Mag ik het uitdorsten? Zoals ik ben. Vierdaagse is pure saamhorigheid, zegt u. Vierdaagse is de virus die iedereen gezond kan maken. Ook als je psychische problemen hebt. Ga gewoon lopen. Hou van jezelf. Dan... ben je een prachtig mens. Ik wens u veel succes vandaag. Wat zegt u? Ik wens u veel succes vandaag. Ik wil u hartstikke bedanken met de vele mensen. Ja. Dank u wel. Nou, Misha, je hoort het. Ja. Vanmorgen bij de Vierdaagse. Ja, ik heb het vanmorgen bij Daan ook al gehoord inderdaad. Wat een fantastische persoon is dat. Helemaal gaaf zeg. Ongelooflijk. En wie weet komen we dan nog een aantal keren tegen. Ja, en de boodschappen die nemen we dan maar ter hand, zullen we maar zeggen. Goed, en dan gaan we naar de Zevenheuvelenweg, want daar staat Rens Hermsen. Ja, Misha, daar zijn we weer. We zijn er even lekker bij gaan zitten. We waren eventjes op zoek naar mensen die even pauze aan het nemen waren. En ik kwam hier 2 dames tegen met 2 prachtige namen. Ik ga ze zelf niet meer uitspreken, dat durf ik namelijk niet. Want ik zit hier namelijk met... Hermensia. En met... Laetitia.
Kijk, kijk eens aan. Dat waren dus de prachtige namen. Ze zijn hier even pauze aan het nemen. Nou, dat kan ik me ook wel voorstellen, net voordat je de Zevenheuvelenweg op gaat. Als ik het goed begrijp, ben jij mee als begeleider van jouw dochter, want zij is pas 14. Ik vraag me af, hoe kom je er op je 14e bij? Ik wil per se meelopen met de Vierdaagse. Mijn opa die liep altijd mee en daardoor was ik heel erg... Ja, daardoor door Zevenhalen leek het me hartstikke leuk om ook mee te lopen. En heeft u uw opa ook wel eens zien lopen al? Heeft u hem bijvoorbeeld aangemoedigd? Ja, ik heb hem 2 keer zien lopen. Nou, toen begon er bij jou te kriebelen van ik wil zelf ook lopen. Ja. Oké, leuk. Dus dat zal vast ook niet je laatste keer zijn als ik dat zo hoor. Nee, ik wil graag volgend jaar weer. Kijk eens aan. Hoe oud moet je eigenlijk zijn om zonder begeleider te lopen? Nou, dat kan op deze leeftijd ook al. Oh, echt? Je kan gewoon zonder begeleider lopen. Maar jij dacht, ik ga nog niet helemaal meelopen? Nog niet loslaten, inderdaad. Ze doet voor de eerste keer mee. Ze is nog maar 14. Dus ja, ze ziet er wat groter uit dan 14. Maar ik ga mee. Kijk eens aan. Ze heeft in ieder geval hele sterke benen zo te zien. Ja. Ik hoorde wel, ondanks de sterke benen, dat er weinig getraind is. Helemaal niet. Helemaal niet zelfs. Nee. Leg eens uit. Nee. Nou ja, goed. Tot op het laatst was het eigenlijk nog een beetje onzeker of we het wel gingen doen. En ik dacht van, voor mij is het geen probleem, want ik loop ook heel veel. En ik heb het wel in de benen, maar dat valt echt heel vies tegen. Oh ja, merk je het al flink aan de benen? Ja, mijn spieren die verkrampen en verstijven. En ik kan eigenlijk s'avonds haast niet lopen. Maar 's ochtends toch weer goed genoeg om elke keer weer te beginnen. En je loopt het op een gegeven moment toch weer eruit. Dus, zij ook, petje af. Echt onvoorstelbaar. Ik denk van, als we de eerste dag maar halen. Maar we zitten nu gewoon al op de derde dag. Dus echt ongelooflijk. Ik wou dat zeggen, als je morgen opstart, dan gewoon doorzetten. Ja, en vandaag gaat het goed. Gisteren was het echt op ons tandvlees. Het was echt zwaar. Maar vandaag gaat beter. Ook wat saaiere stukken, geloof ik, gisteren. Ja, en het einde was echt heel lang. Dat leek wel dubbele kilometers. Oh ja? Oh ja? Oh, oké. Okay. Nou ja, dadelijk krijg je de Zevenheuvelenweg natuurlijk nog. Weten jullie ongeveer wat jullie kunnen verwachten? Ik heb gehoord dat het niet heel zwaar is. Oké, nou hou dat vooral in het hoofd en denk er gewoon niet aan. En ik zou zeggen, heel veel succes met lopen nog. Precies, gewoon doen. Ja, en we gaan vanmorgen voor de medaille. Kijk eens aan, zo mag ik het horen. Heel veel succes nog allebei. Ja, dat klopt, Misha, daar ben ik weer. De Vierdaagse loop je op je voeten, dat is er eentje die je moet onthouden, heel wijs. Nou, ik sta hier in ieder geval met Mark, met Marijn en met Katelijn. En ik zag vooral Marijn net al heel druk rekken en strekken, dus ik ben benieuwd naar het verhaal erachter. Nou ja, het verhaal is bijna het einde van de derde dag, 50 kilometer iedere keer. Die voel je wel aan het einde. Ik wou zeggen, je voelt hem wel hangen. Ja, je voelt hem wel hangen. Maar de sfeer is goed, dus dat is dan altijd een goed oppeppertje als je zo'n dorpje binnenkomt lopen. Goede motivatie. Precies. Hoe zitten de spiertjes met bij Katelijn? Ja, ook wel stijf. Maar ik weet wel van vorig jaar dat de Zevenheuvelenloop wel heel gezellig is, zeg maar, als je nu over die heuvels loopt. Dus ik denk dat het wel goed komt de laatste keer. Ik hoorde net iemand zeggen, degene die je oploopt moet je ook weer af. Dus dat is een fijne gedachte, ja, natuurlijk. Ja, precies. Maar je hebt hem wel vaker gelopen, hoor ik. Ja, dat is mijn derde keer. Oh, derde keer. Hoe oud ben je? Ik ben nu 17, maar bijna 18. Bijna 18. Oké, kijk. Dus volgens mij ben jij er eentje die hem straks een keer 30 keer heeft gelopen ongeveer. Nou, misschien. Ja, misschien. Oké. Ik ga even naar Mark, want ik denk dat jij de vader bent. In ieder geval van één van de twee. Ja, van allebei. Van allebei. Nou, kijk eens aan. Vader en dochter en zoon. Gezellig. Ja, zeker gezellig. Kijk, is dit iets wat jullie ieder jaar willen doen? Of? Nou, daar zijn we 3 jaar geleden mee begonnen. Ben ik met mijn dochter samen begonnen. En nu voor het eerst gaat Marijn ook mee. Dus, kijk, ja. Dus het wordt een familietraditie. Nou, dat weet ik niet. Moet ik maar eens even zien. Ik moet jullie geen woorden in de mond leggen natuurlijk. Nou, ja. Dan zien we volgend jaar alweer. Ik wil jullie heel veel succes met de met Zevenheuvelenweg. Nou, dankjewel. Heel veel. Oké, heel veel succes. Hoi. Centrum van Groesbeek, zijn we daarmee bezig. En daar is het wordt langzaamaan steeds rustiger en rustiger. En ik sta nu een beetje aan de zijlijn met mensen te kijken. Ze durven me allemaal niet aan te spreken, zie je dat, Misha? Ik probeer een beetje mensen aan de zijkant aan te spreken. Maar ze lopen allemaal weg voor ons. Ik weet niet of het aan mij ligt of dat het aan de camera ligt. Maar ik loop nu even naar een andere mevrouw toe. Mevrouw, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom bent u hier? Waarom ik hier ben? Om de mensen aan te moedigen. Komt u vandaan? Oorspronkelijk wel, ja. Oorspronkelijk wel? Ja. En nu? Waar woont u nu? In Nijmegen. Nijmegen? Ja. En u komt dan speciaal voor de Vierdaagse, komt u dan hier naartoe? En u gaat niet donderdag bij de wedstrijd aanmoedigen? Nee, op donderdag kom ik naar Groesbeek. Ja. Waarom nou speciaal hier en niet in Nijmegen? Nou, omdat mijn vriendin hier woont en we kunnen hier dus lekker zitten. Is uw vriendin al langs geweest? Nee, die vriendin zit hier. Oh, die loopt niet mee? Nee. Oh, ik dacht dat uw vriendin meeliep. Nee, mijn vriendin woont hier, dus daarom zitten we hier. Maar is het ook zo dat u mensen hier gaat aanmoedigen? Of jazeker. Speciaal iemand? Nee hoor, allemaal, alle lopers. Want volgens mij begint het langzaamaan steeds rustiger en rustiger te worden. Ja, dat klopt. Het is bijna 2 uur. Ja, dan is het over. Dan gaat u weer naar binnen.
Dan is het klaar. Dan ga ik naar Nijmegen. Hoe lang zit je elk jaar hier? Vanaf 11:30 ongeveer. Dus 2 uurtjes, 3 uurtjes? Ja, klopt. Ja. En heeft geen, want heel veel mensen zitten ook altijd met eten aan de weg. U heeft geen eten? Nee, want ik ben op de fiets, dus dat is ook een beetje moeilijk. Oh. Ik kon de buurvrouw geen eten meenemen. Ja, dat zou kunnen. Nee. Gewoon voor de gezelligheid. Ja, precies. Die mensen moeten er ook wezen. Ja, we zijn er weer lekker bij gaan zitten. Ik zit hier samen met Eugène. En ik zie hier allerlei militaire pakken liggen. En nou ja, ik ga het hem gewoon zelf laten vertellen. Wat doen die militaire pakken hier? Ja, wij zijn studenten uit Wageningen en Leiden. En we komen hier meelopen met Defensie. De Vierdaagse doen. En we hebben ook net zoals echt defensiepersoneel rugzakken gevuld met 10 kilo. En we doen dezelfde afstand. En het is gewoon super vet om dit mee te kunnen maken. Dat is gewoon een feestje. Ja, precies. Zit die tas dan ook helemaal vol met stenen? Of, Ja, dat zou kunnen, maar wij niet. Okay, dat hebben we toch niet gedaan. Precies, jullie hebben er gewoon voedselwaren zitten en dat soort dingen. Ja, of, precies. Geen bakstenen, maar pasta of rijst. Dus. Kijk eens aan, bruikbare spullen. Ja. Ik hoorde ook dat het jouw eerste keer was. Ja, klopt. Hoe valt het tot nu toe? Ja, echt superleuk. Dus ja, misschien volgend jaar nog een keer. Misschien hoor ik wel, hè, voor de zekerheid. Ja, dat zie ik de laatste dag nog. Ja, precies. De laatste dag kom je jezelf echt tegen, hoor ik vaak. Ja, derde dag ook dus. En nu gaat het nog goed, dus. Kijk eens aan, zo meteen de 7 Heuvelenweg. Ben je er klaar voor, denk je? Ja, dat gaat helemaal goed komen. Ik wou zeggen, heel eventjes bijtanken nog en daarna gaan. Ja, precies. Heel veel succes nog, kerel. Ja, super, bedankt. Ga terug naar jou, Misha. Dankjewel, Rens. En dan gaan we ook nog een keer naar het centrum in Groesbeek, naar Rens Turk. Ja, de andere Rens inderdaad, het Groesbeek Centrum. Het wordt steeds rustiger en rustiger. En dat is wel leuk, want ik slaap dus de hele week op de camping, hè, Misha? Op de camping De Grote Kat in Ooi. En dat is wel leuk, want op een gegeven moment leer je steeds meer mensen en mensen kennen van de Vierdaagse. Zeker als je wat langer meedoet. En nu naast mij, mijn campingburen. En dat vind ik wel leuk, want wij eigenlijk elke avond dan een beetje, als ik dan terugkom van de Vierdaagse en jullie dus ook, dan zitten we een beetje met z'n allen bij elkaar en dan... Ik ben natuurlijk heel luchtig, want ik loop dan geen Vierdaagse en bij mij is er helemaal niks aan de hand. En dan hoor ik daarnaast mij in de tent toch kreun en allemaal moeilijk. Ja, maar dat zijn de andere buren, dat zijn wij niet. Oh, dat zijn jullie niet? Nee, bij ons gaat het echt vlotjes. Huilen wel. Ja? Huilen wel, ja. Van blijdschap of van pijn? Pijn. Ja. Want, ik zit terug te denken, want dinsdagavond was ik ook op de camping, dus zagen wij elkaar. Toen ging het niet zo best, hè? Nee, de eerste dag was echt drama. Gewoon de eerste dag al knieklachten en scheenbeenklachten. Ja, het zag er niet best uit, want je liep heel mank op een gegeven moment over de camping en je moest op een gegeven moment massage krijgen. Dat is natuurlijk het leuke bij zo'n camping, want je kunt al een massage krijgen op zo'n hele lange tafel. Ja. Hoe gaat het nu na 2 dagen? Ja, de eerste dag ben ik er doorheen gelopen en nu gaat het gewoon goed. S'avonds op tijd koelen en ja, dan gaat het weer. Ja, want gisteren kwamen we elkaar ook tegen bij de appie. We gingen boodschappen doen beide. Maar... toen ging het ook al een stuk beter, want je hoort heel vaak bij mensen dat ze zeggen van de tweede dag, dat is het zwaarste. Maar dat is bij jou niet zo. Nee, gaat goed. Tweede dag is wel zwaar, zei ik. Toch ging het ook alweer goed. Dus ja. We hebben het al vaker vandaag over gehad, over het Vierdaagse vieren. Heel veel mensen die lopen dan elk jaar mee en die kunnen maar niet stoppen. Maar dat is bij jou natuurlijk niet helemaal het geval, want ik hoorde van jou dat jij... Nou, ongeveer 1 keer in de 9 jaar doe je mee met de Vierdaagse. Het is nu de 3e keer. Ja, precies. Ja, je komt gewoon ieder jaar weer terug. Vorig jaar mocht ik een jaar niet van mijn baas en nu voor de 3e keer. Telkens zaten er de tijdsprongen tussen, toch? Wat zei je? Telkens zaten er de tijdsprongen tussen. Alleen afgelopen jaar niet. En ik ben op de 100ste editie ben ik begonnen en we zitten nu op 104. Maar is dit jaar ook moeilijker dan andere jaren, omdat je afgelopen dagen ook een beetje moeilijk had? Ja, het is wel de zwaarste van de 3. Ja? Ja, ja. Geen spijt? Nooit. Nee. En hoe gaat het met jou, andere buurvrouw? Vandaag gaat het weer goed. Ja, wel goed. Ja. Voor jou ken ik de pijnvader nog helemaal niet, want jij slaapt iets verderop op de camping. Wij kennen elkaar nog helemaal niet. Nee, klopt. Hoe kan het nou weer? Ja, gisteravond dacht ik dat ik niet zou starten vandaag. Zo erg? Ik kon niet meer lopen. Mijn moeder moest me echt uit bed tillen. Morgen? Nee, gisteravond, om naar de wc te gaan. Maar ik ben helemaal opgelapt. Alles getaped, ik heb een brace gekregen, massage, blaren geprikt, gekoeld. Iedereen staat voor je klaar op de camping, dat is echt geweldig. Het gaat weer goed. Iedereen praat je er doorheen en uiteindelijk toch gestart. En nog 10 kilometer, sorry. Dan ben je er weer. Precies, ja. Alleen op de vrijdag nog, hè? We moeten zo weer verder, want we moeten gaan finishen. Ja, je moet de tijd finishen. We zien elkaar vanavond op de camping. Dat gaan we doen. Ja.
Cool. Ja, kom ik doen. Yes. Dankjewel, hè. Afgesproken. Ja. Hoi. Ja, dat klopt. We zijn er echt altijd en overal, ook op de Zevenheuvelenweg. En we zijn weer bij de start aan het wachten, totdat er weer wat gezellige mensen langskomen. Oh, en die komt weer een hele groep aan. Daar zie ik een Nijmegenaar met een NEC-shirt aan. Daar moet ik bij zijn. We gaan eventjes oversteken. Hop. Goedendag. Zouden we een stukje mogen meelopen? Ja hoor. Kijk, helemaal goed. Als jij dat wil. Kijk, ik zie een NEC-shirt. Ik denk, daar moet ik bij zijn. U komt uit de buurt. Ja, ik kom uit Weurt. Oh, uit Weurt. Kijk eens aan. En dat zal dan... Geboren en getogen Nijmegenaar, dat wel. Geboren en getogen Nijmegenaar. Kijk eens aan. Is dat de eerste keer dat u meeloopt? Dit is de derde keer. En vorig jaar voor het eerst succesvol. Oh, vorig jaar voor het eerst succesvol. Moest u de eerste keer afhaken? Ja, in 1998 ben ik op dag 3 uitgevallen. Oh, kijk eens aan, 98. En je dacht, unfinished business, dit jaar moet ik nog een keer. Ja, nee, ik dacht eerst vorig jaar, ik doe het nog een keer. Maar toen deed ik 40 en nu dacht ik, dan wil ik die 50 ook nog een keer doen. Ah, kijk eens aan, dus vandaag krijgt u de speltas. Of morgen krijgt u de speltas, als het goed is. Ja, als het goed is wel. Die heb ik vorig jaar ook gehad, hoor. Oh, krijg je die bij de 40 ook? Oh, oké, okay. kijk eens aan, oké. Okay. Ik ben geweest, dan hoef je maar 40. Oh, precies, oké, okay, kijk eens aan. Oh, dat is natuurlijk wel zo eerlijk. Maar ik zie een NEC-shirt aan, ik denk, daar moet ik bij zijn. Is er ook nog een speciaal doel waarvoor u meeloopt? Nou, eigenlijk om Chantal op de been te houden. Yes, daarvoor loop ik eigenlijk mee. Ja, ik ben benieuwd. En Chantal die heeft een echt speciaal doel. Oké, ik ben benieuwd, Chantal. Ik ga heel even wisselen. Ik ga even tussen jullie inlopen. Hoi, Chantal. Waarvoor loopt meneer mee voor jou? Deze meneer loopt mij mee voor morele support. En dat helpt heel goed. Oké, kijk eens aan. Want u wilde eigenlijk al meedoen? Nou, ik moet van hem. Dus. Oh, dus je loopt verplicht. Ja, een beetje verplicht wel. Ja, dus, maar samen gaan we het wel redden. Ik wou net zeggen. Oh, ja, al die mensen hieromheen, dat zal wel lukken. Aanmoediging genoeg. Ja, voor het goede doel, maar dat komt helemaal goed. En hij gaat me steunen. Helemaal goed. Dan wil ik jullie nog heel veel succes wensen. Dankjewel. Hey, succes. Hoi, hoi. Rens was dat vanaf de Zevenheuvelenweg. En dan gaan we nog één keer naar het centrum van Groesbeek. Want daar staat Rens Turk. Dank u wel voor de moeite. Zeker, de andere Rens zat inderdaad in het centrum van Groesbeek. En als je nou achter mij kijkt, dat zie je nou, ja, als je nou, dan zie je al dat steeds meer gaten ontstaan in de wandelroute. Hè? Want eerst was het helemaal vol met allemaal mensen. Met mensen die de steen van de pas erin hebben. En nu zie je langzaamaan het laatste beetje richting de wedren gaan. En dat is wel leuk, want ik sta dus nu naast Ans en Ricky. In één keer goed. En jullie hebben je aangepast aan het thema van vandaag in Groesbeek. Want 75 jaar vrijheid. Ja, inderdaad. En het valt ook te zien aan jullie t-shirt, want dan zie je dus ook wandelend op weg naar 75 jaar vrijheid. Vierdaags. Heel belangrijk, ja. Waarom vindt u het zo belangrijk? Nou ja, kijk, dat hebben we er allemaal aan te danken natuurlijk, hè? Ja, zeker waar. Want u komt niet uit Groesbeek, hè? Nee, ik kom uit Grotebroek. Bij Enkhuizen. Ja. Waarom dacht u dan toch de t-shirt? Dat is natuurlijk het thema, dat snap ik. Maar u komt niet zelf uit Groesbeek? Nee, daar heb ik wel speciale relaties voor, dus... U kent wel veel mensen hier? Ik ken hier mensen, ja. Ja. En waarom draagt u de t-shirt? De t-shirt, ja, dat is gelijk aan haar. Oh, zij heeft meegesleurd met de t-shirt. Ja. Wat goed. Ja. Waarom vindt u het zo belangrijk? Hoe bedoelt u dat we hier wandelen voor vrijheid? Ja. Ja, maar ik vind vrijheid gewoon, dat moet gewoon. Ja, dat moet mee aangemoedigd worden. Ja, ja. Dat is... Wat mij opvalt, ik loop na een paar uur hier rond. Ik vind dat er best wel weinig deze t-shirts gedragen worden. Je ziet wel een aantal keer voorbij komen, ja. Maar nog niet in de meerderheid. Nee, dat klopt. Maar er is ook maar een heel aantal dat uit Groesbeek meeloopt natuurlijk. Ja, vooral de Groesbeekse hebben dat. Ja, de anderen die hebben dat niet. Waar komt u vandaan? Haaksbergen. Tik hem aan. Jij ook? Ja, nou, ik kom niet uit Haaksbergen, maar wel, ik kom uit, wel uit Zwolle oorspronkelijk. Zwolle? Ja, dat is wel redelijk in de buurt. Ja. Dus... Nou, ik wens jullie nog veel succes, want jullie moeten volgens mij ook haast naar de wedren. Ja, en jullie moeten op tijd binnenkomen. Ja. Dus ik wens jullie heel veel succes nog even. Het was vandaag wel zo dat wij naar die zo jonge soldaten allemaal keken. Dat wij dachten van, zoveel jaren geleden zijn er zoveel omgekomen. Ja. Daar denk je daar wel even bij na. Daar moet je bij stilstaan. Ja, zeker weten. Ja. Nou, zeker waar. Ja. Nou, dus mooi. Vandaag heel blij met jullie. Ja. Hey. Mooi symbool, dankjewel. Ja. Veel succes nog even. Ja.